Onze laatste gast hier op het podium is journalist en zaterdagcolumnist Koesta Bessums van de Volkskrant. En je maakt ook een podcast. Waar ik zelf persoonlijk een enorme fan van ben. Als er een nieuwe uitkomt, dan, is dat, dan ga ik wandelen. Want dat is mijn go-to als ik podcast luister. Echt een aanrader, stuurloos, als je die nog niet luistert. Fantastische afleveringen. En dat gaat vooral over hoe Nederland een beter bestuur krijgt. Want uiteindelijk, ja, als dienstverleners moet je. Uh, je, je werk uitvoeren. Maar we, we opereren natuurlijk wel in een bestuurlijke context. En uh, ja, ik ben zelf heel erg benieuwd hoe jij, Gustav, uh, aankijkt tegen dat overheidsdoolhof. waar we dan vanmiddag met z'n allen hopelijk uit gaan komen. Het woord is aan jou. Ook voor Gustav Geld, uh, uh, als je vragen hebt, uh, voer ze in. Het nummertje staat er weer boven. En dan uh, hopen we uh, na afloop daar nog even aan toe te komen. Dankjewel. Um, ja, heel fijn om hier te mogen zijn uh, vandaag. Ik voel me nog steeds een behoorlijke buitenstaander en uh, leek eigenlijk op heel veel uh, van dit soort uh, terreinen. Dus ik vind het ook een beetje grappig. Ik word dan daar tegenwoordig soms uitgenodigd om ergens een praatje te houden. En voor mij is dat nog een beetje maf, maar wel uh, heel leuk. En ik merk dat er verschillende soorten publiek zijn inmiddels. Hè. Het is natuurlijk een heel circuit uh, met de overheid en daar een verwante. Uh, conferenties en seminars en uh, bijeenkomsten. En ik merk, soms kom ik dingen zeggen die uh, de mensen hier zitten uh, heel irritant vinden. Uh, en hier heb ik eerder het idee uh, ja, dat er allemaal mensen zitten die eigenlijk al heel lang in de praktijk allerlei dingen proberen te doen die ik pas net heb uh, geleerd. Um, maar wat ik wel ook terughoor, want ik krijg heel veel reacties op die uh, podcast, die inderdaad veel wordt beluisterd door mensen die ook ergens als publieke dienstverlener of Ambtenaar werken, uh, is dat het niet uh, makkelijk is. Dus uh, uit die reacties haal ik aan de ene kant mijn vertrouwen dat er in Nederland nog heel veel goed gaat dankzij die mensen. Er zitten echt ontzettend veel welwillende, competente mensen in dat openbaar bestuur. Uh, en tegelijkertijd hoor ik van die mensen ook wel terug dat ze te vaak het gevoel hebben uh, dat ze die goede dingen voor elkaar krijgen, ondanks het systeem. Uh, en dat ze het wel fijn zouden vinden als het een keer wat meer dankzij het systeem uh, zou gaan. Um, anderhalf week geleden ook weer iemand die zei van ja ik weet soms, he, goede aflevering weer, mooie inzichten, maar ik weet soms gewoon niet waar te beginnen. Uh, en zelfs ik uh, die er niet in werk kan aan de buitenkant dat gevoel wel eens hebben. Dat je denkt het is zo groot en zo complex en zo massief. Uh, en dan hou ik mezelf en anderen altijd maar voor dat als iedereen ergens begint dat het toch op een gegeven moment uh, gaat schuiven. Um, de aanleiding dat ik ooit ben begonnen hiermee, want het is een soort lopend uh, onderzoek voor mij, hè, die vraag van hoe kan Nederland beter worden bestuurd. De directe aanleiding was de coronacrisis. Uh, ik had me best al met openbaar bestuur bezig gehouden in allerlei uh, functies. Ik heb ook uh, tijd geleden, heb ik wel eens een paar jaar op het Binnenhof rondgelopen om echt de Haagse politiek te volgen, uh, bijvoorbeeld. Dus ik beschouwde mezelf al niet meer als heel naïef. Uh, en toch bleek ik dat in de coronacrisis wel weer uh, te zijn. Uh, ik dacht bijvoorbeeld, ja, dit is zo'n grote crisis, hè, de grootste sinds de Tweede Wereldoorlog. Dus dit, nu zal die verantwoordelijkheid zo zwaar wegen op schouders. Nu zal de politiek toch boven zichzelf uitstijgen. En zal het niet meer om beeldvorming gaan, maar enkel om resultaat. Uh, nou, kwam wat dat betreft toch eigenlijk wel weer van de behoorlijk koude kermis uh, thuis. En ik was toch ook wel gechoqueerd door het gebrek aan reactievermogen en aan slagkracht uh, tijdens zo'n crisis. Uh, het was niet zo dat alles helemaal paraat was, hè, zoals je misschien bij, ooit bij een beeld van Nederland zou kunnen hebben gehad. Het was ook niet alsof er heel makkelijk uh, kon worden geïmproviseerd. Uh, niet te nagesproken de enorme inspanningen die mensen hebben geleverd. En je zag eigenlijk allerlei ja, soort bouwfouten aan dat bestuur. Heel erg scherp uh, in het licht komen te staan. En dat zijn dingen die als je erin werkt, geloof ik heel vanzelfsprekend zijn, maar waar toen mensen best. Uh, verbaasd over waren. Hè? Dus, uh, nou, wat heel veel is aangehaald, is de GGD's waarop was bezuinigd, en die dan met zijn 25 waren, en allemaal met een eigen baas, en die ineens samen een enorme prestatie moesten leveren. Uh, of uh, we werden opeens geregeerd door Hubert Bruls in de Veiligheidsregio's, terwijl er echt nog nooit een burger had gestemd voor de Veiligheidsregio-raadverkiezingen uh, of dat soort dingen. Uh, of ook een heel bekend voorbeeld is het ministerie van Volksgezondheid dat beschermingsmiddelen moest gaan inkopen. En Eigenlijk met een soort vanzelfsprekendheid zei van ja, maar dat is voor ons heel lastig. Want wij zijn eigenlijk een beleidsministerie. Dus wij zijn niet gewend om zelf taken uit te voeren. En uh, ik weet dat als je daarin werkt, dan is dat logisch. Uh, maar voor heel veel leken was dat toch eigenlijk best gek. Een ministerie van Volksgezondheid dat geen volksgezondheidstaken uh, kon uitoefenen. Um, en ik denk dat je in die crisis ook al wel een beetje. Terugzag uh, de twee dingen die voor mij eigenlijk de belangrijkste reden zijn om met het onderwerp uh, bezig te zijn, dus niet zozeer de aanleiding. Um, kijk, het gaat heel vaak over um, de concrete dingen die je van dag tot dag kan doen voor burgers, problemen die je voor ze kan oplossen, diensten die je aan ze kan leveren. En dat is ook echt heel veel uh, als dat een beetje goed gaat. Uh, maar ik ben er ook heel erg van overtuigd dat. Bestuur ontzettend veel invloed heeft op hoe we als samenleving onderling uh, met elkaar omgaan en uh, opereren. En dat is een overheid die een beetje fair is, um, een beetje betrouwbaar uh, uh, en goed functioneert in de handwerk dat mensen elkaar ook vertrouwen in plaats van elkaar dingen te misgunnen, met wantrouwen te beloeren. Um, en dat is natuurlijk iets wat uh, ja, de afgelopen twintig jaar niet heel goed gaat. Uh, er wordt soms een beetje Bachteriserend over gedaan van, ach, je hebt nou altijd een vijfde van de bevolking en die stemt wat uh, extremer. Uh, ten eerste vind ik dat best wel veel. Uh, maar ten tweede zie je ook dat daarbinnen eigenlijk een steeds verdergaande radicalisering uh, optreedt. Hè. Dus het, de, de aard daarvan verandert ook. We hebben een toenemende groep mensen, niet, uh, niet onbeduidend, die zich zelfs helemaal afkeert van de Nederlandse staat als legitiem systeem. Die zegt, ja dat is mijn overheid niet meer, die in een hele andere werkelijkheid. Gaat leven. Uh, dus dat is voor mij eigenlijk het ene grote belang van, van goed bestuur: dat je een samenleving creëert waarin mensen elkaar enigszins vertrouwen en een beetje heel laten. Uh, en het andere is dat je weerbaar moet zijn tegen allerlei externe dreigingen: uh, de klimaatcrisis, uh, oorlog op ons continent, onzekerheid over hoe dat gaat lopen. Hè. We weten niet of er Volgend jaar nog een president in de Verenigde Staten is, uh, die het zijn taak vindt om Europa daarin te helpen of te beschermen. En ook dat krijg je alleen maar voor elkaar als je uh, nou, als samenleving functioneert en als bestuur uh, functioneert. Um, ik zal een paar dingen noemen die ik heb geleerd, want ik baseer mij dus op die vele geïnterviewden van die podcast. Uh, ik zal ze niet alle. Gaan opnoemen omwille van de tijd, maar ik besef heel goed dat het veel geleende kennis is uh, uh, waar ik over spreek. Uh, ja, wat belemmerende patronen die ik ben tegengekomen en dan wat oplossingsrichtingen. En die belemmerende patronen gaan met een paar sprongen terug in de tijd. En de eerste sprong, en die is denk ik het meest besproken, al wel hangt een beetje vanaf hoe je dateert, maar laten we zeggen 35 jaar ongeveer, uh, toen eigenlijk heel bewust is besloten. ...om um, ja, allerlei marktmechanismen te introduceren in die overheid. Dus bij marktwerking aan de ene kant wordt er gezegd... ...bestoten als overheid taken af aan commerciële partijen. Maar het andere wat is gebeurd is dat eigenlijk allerlei mechanieken... ...die uit die markt komen in de overheid zijn uh, geïntroduceerd... Dat uh, was bijvoorbeeld anderhalve week geleden in de, ik weet niet of mensen dat volgen, maar je hebt nu de enquêtecommissie fraudebeleid. En er was nog een heel uh, duidelijk en pijnlijk voorbeeld uh, wat daarin langskwam. Je had bijvoorbeeld de afdeling toeslagen van de Belastingdienst, bekend van het toeslagenschandaal. En die hadden vanwege een bezuinigingsoperatie, zo werd dat ook echt genoemd, de business case fraude. En de business case fraude die bestond eruit uh, dat die afdeling. Die moest per se elk jaar 25 miljoen ophalen aan onterecht uh, uitgekeerde toeslagen. En er stond ook een sanctie op voor die afdeling. Want als ze dat niet zouden halen, dan zou de afdeling worden gekort op mensen en uh, middelen. Nou ja, echt iets wat je hier inderdaad misschien bij een commercieel bedrijf, hoewel ook niet per se uh, prettig, denk ik, kan voorstellen. Um, maar hier in een hele andere omgeving. En dat leidde ertoe. Die mensen die ervoeren die druk zo hoog, uh, dat toen ze het een keer dreigden niet te halen, hadden ze bedacht: nou dan gaan we ons richten op de mensen die de hoogste toeslagen ontvangen. Want als we daar dan een keer een onterecht uitgekeerde hebben, hebben we meteen een groot bedrag binnen en zo gaan we het misschien halen. Nou, wie zijn de mensen die de meeste toeslagen ontvangen? Dat zijn de mensen met de laagste inkomens. Het is dus inkomensafhankelijk. Dus er ontstond een jacht op de allerkwetsbaarste om aan de business case uh, te voldoen. Uh, nou ja, zo zijn er heel veel voorbeelden, maar dit is er eentje waaraan je kan zien uh, dat die marktmechanismen eigenlijk gewoon fundamenteel verkeerd zitten in een overheidsomgeving. Um, heel veel wat de overheid moet doen is per definitie inefficiënt. Hè? Als je denkt aan die hoofddoelen zoals ik ze zo een beetje formuleer aan het begin: het, het bewaren van maatschappelijke vrede, of zorgen dat mensen goed met elkaar omgaan, of welzijn. Hè? Ja, er is niet een soort. AX-index daarvan uh, waarop je die resultaten direct uh, ziet uit je investering. Dus heel vaak kan het een hele goede overweging zijn om iets zogenaamd inefficiënt te organiseren om die doelen te bereiken. Um, en er hoort ook een beeld van een burger bij, wat ook uh, niet klopt en ook grote nadelen heeft, namelijk het beeld van de burger als een klant. En dat kan heel positief uh, klinken, want de, de klant is koning, dus daar doe je dan heel veel voor en uh, die lever je dan hele goede diensten. Uh, maar als je een beetje uitzoomt, dan zijn een klant en een burger eigenlijk echt twee heel verschillende wezens. Uh, een klant dat is een mondig type, hè, die heeft iets betaald en die wil krijgen uh, wat hij moet hebben, die betaalt uh, bestelt vier paar sneakers en die stuurt er weer drie terug, want die wil er maar eentje hebben. Uh, dat is een heel ander soort uh, verhouding eigenlijk uh, dan die van een burger met zijn overheid. Of zoals je die zou willen, die ja, ook daar een soort eigenaarschap over kan voelen. Of zou kunnen denken: ik heb iets te maken met die overheid. Die is ook een beetje van mij. Daar moet ik ook een beetje zuinig uh, mee omgaan, wellicht. Uh, en het is ook. Ontzettend oneerlijk, dit mensbeeld. Uh, een van de mensen die ik heb uh, geïnterviewd in mijn reeks is Jan Veldhuizen. Hij is een dominee in Enschede en hij staat daar slachtoffers bij van de uh, wetmaatschappelijke ondersteuning en de participatiewet. En zo kan je ze echt wel noemen. Dus mensen bij wie van het een op ander moment bijvoorbeeld onterecht iets is stopgezet of uh, die ineens geen inkomen meer hebben. En hij maakt zich over heel veel dingen boos. Uh, maar een van de dingen waar hij het kwaadst van wordt, is dat als hij die mensen helpt om in bezwaar uh, te gaan en beroep aan te tekenen, en zeker als er een advocaat op de proppen komt, dat de gemeente dan eigenlijk heel snel inbindt. Uh, en dat laat dus zien dat uh, er inderdaad eigenlijk een hele ongelijke behandeling is tussen de mondige mensen, de mensen die aan dat klantmodel kunnen voldoen. Uh, en de mensen die dat niet kunnen, die natuurlijk bij uitstek degenen zijn die eigenlijk het hardst en het vaakst de overheid nodig hebben. Uh, het pijnlijke van het hele idee van efficiëntie is ook nog eens dat het niet efficiënt is. Dus uh, dat gaat bij veel mensen nog steeds een beetje tegen de intuïtie in, maar het idee was: als je die overheid dan afslankt, uh, nou, dan word je super flexibel, want dan kan je alles wat je nodig hebt, kan je gewoon inkopen ergens zodra je het nodig hebt. Um, en je stoot het weer af als je het niet meer nodig hebt. En dat is heel handig en dan kan je ook heel snel switchen tussen uh, de dingen die je, die je moet doen. Um, en het tegenovergestelde is eigenlijk gebeurd. Uh, nou, een heel bekend voorbeeld is de Belastingdienst. Het is een vrij absurd gedachte, maar de komende jaren is onzeker of deze kerntaak, dus het innen van belasting, of dat eigenlijk wel goed zal gaan uh, in Nederland, uh, omdat er een heel web wordt geweven van afhankelijkheden. Van allemaal marktpartijen met hun eigen belangen, hun eigen agenda's. Uh, die zijn helemaal niet per se op afroep uh, beschikbaar. op het moment dat jij dat wilt. En bovendien uh, zit dus heel veel kennis ook ineens buiten de overheid. die je eigenlijk zelf nodig hebt om dat goed voor elkaar te krijgen. Dus los van alle nadelen die het uh, heeft meegebracht. heeft het eigenlijk het oorspronkelijke doel van efficiëntie ook niet uh, bereikt. Nou. Moest ik er zelf een beetje voor oppassen dat ik dan ging denken dat het daarvoor allemaal een soort Walhalla was. Dus ik dacht, nou, die verschrikkelijke marktwerking, die is erin gekomen, dat is de schuld van alles. En je, en je moet dus eigenlijk terug naar een soort fantastisch Nederlands bestuur, wat daarvoor was. Uh, maar inmiddels weet ik, dat was er ook niet. Uh, want uh, deze hele operatie was wel ergens een reactie op. Na de Tweede Wereldoorlog was er een enorme verzorgingstaat opgetuigd, was de overheid heel groot geworden, maar die was ook log geworden, inefficiënt geworden, uh, arrogant geworden. He, u doet het maar op onze manier of niet, want wij zijn toch de enige die het uh, aanbiedt. Dus, dus ja, we hebben dus ook niks aan een soort uh, misplaatse, nostalgie naar die, naar die periode. Um, sterker nog, inmiddels heb ik wel gemerkt dat een aantal dingen die nu nog doorlopen in inderdaad, bureaucratie en, en Kafkaeske behandeling van burgers af en toe, eigenlijk misschien wel meer nog uit die periode stammen dan uit de laatste decennia. Um, en um, misschien is het ook wel zo dat zelfs nog voor die tijd um, ja, er ook wel een beetje iets in Nederland zit uh, waar we altijd enigszins tegen moeten vechten. Um, ik heb op een gegeven moment ook Michal Citroen geïnterviewd in mijn reeks, een historica. En zij heeft onderzoek uh, gedaan naar de manier waarop uh, Joden werden opgevangen... na de Tweede Wereldoorlog in Nederland. De weinige Joden die het hadden uh, overleefd. En dat boek, het heet uh, U wordt door niemand verwacht. Dat raad ik echt iedereen aan uh, die, uh, die iets doet in de sfeer van uh, bestuur of uh, dienstverlening... Um, ja, daar wordt een, een kilte en een formalisme in beschreven die, die je naar de keel grijpen. En dat is dus ver voor de, dat die hele bureaucratie er was en ver voor de marktwerking en al dat soort dingen. Dus dan heb je het over mensen die um, ja, eerst maar eens al hun belastingpapieren van de afgelopen jaren moeten laten zien terwijl ze in Auschwitz hebben gezeten. Uh, mensen van wie de erfpacht wordt nageheven. Mensen die worden tegengewerkt bij het proberen terug te krijgen van hun huis of van hun bezittingen. Uh, en het pijnlijke uh, aan dat boek is dat het ook erger was in Nederland dan in de landen uh, om ons heen. En Michal die herkent vandaag de dag, zegt zij, nog steeds patronen. Bijvoorbeeld nou ja, in, in de bekende schandalen zoals Groningen of toeslagen, maar bijvoorbeeld ook toen het erop aankwam dat Nederland Afghaanse medewerkers moest terughalen toen de toen de taliban daar weer in de macht kwamen. Het, 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 het muggenziften over wie daar precies wel en niet recht op zou hebben. Uh, dus dat is ook nog wel iets uh, ja, waar ik over zit te denken... of er misschien een soort misplaatst beeld is van Nederlandse voortreffelijkheid... Uh, terwijl er misschien demonen zijn uh, in deze sfeer... waar we altijd wel een beetje tegen zullen moeten vechten. En het helpt misschien wel meer om dat onder ogen te zien... dan te denken, de normale situatie is dat het goed gaat en het gaat nu even anders. Bij de oplossingsrichtingen is iets uh, lastigs aan de hand. Uh, en dat merk ik onder andere ook dus door op plekken te komen uh, en te spreken. Uh, want ik heb gemerkt, je kunt uh, bepaalde dingen zeggen... Uh, en dan uh, lijkt het alsof iedereen het daar uh, over eens is. Uh, en dat ze ook al heel vaak zijn gezegd. Uh, en later blijkt dat dan toch niet helemaal zo te zitten. Dus uh, om iets te noemen wat eigenlijk al bijna een cliché is. Uh, meer aandacht voor de uitvoering. Een grotere rol voor uitvoering bij het uh, bedenken van uh, beleid. Zodat het beter werkt in de praktijk. Nou, ik ben... Nog nergens geweest uh, waarbij iemand is opgestaan en die heeft gezegd: Nee, onzin. Uh, scheid aan de uitvoering. Wij kiezen gewoon hoe we het doen en uh, ze zien maar hoe ze het uh, oplossen. Dat is nog niet gebeurd. Nee, overal zijn mensen altijd vroom aan het knikken. Ja, 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 uitvoering of publieke dienstverdeling. Ze hebben geleerd dat dat een beter woord is uh, om uh, te gebruiken. Uh, maar als je vervolgens doorvraagt wat er dan eigenlijk in de praktijk mee gebeurt, uh, dan wordt het bijvoorbeeld al heel wat gevonden dat. Voor beleid wat al lang in gang is gezet, of al bijna af is, of op een haarna is ingevoerd, ja, nog een soort toetsje achteraf is eigenlijk van degene die het moeten gaan doen. Of dat een beetje, uh, ja, kun je, kun je daarmee uit de voeten uh, straks? Uh, wat iets totaal anders is dan dat je uh, de mensen die in de frontlinie werken, die in de praktijk werken, die het rechtstreeks contact met burgers hebben, als bron gebruikt voor dat beleid. Dus dat je voordat je überhaupt iets hebt bedacht op de tekentafel. Daar eens gaat kijken uh, ja, voor welke problemen er eigenlijk een oplossing uh, moet worden bedacht. En zo gaat het met heel veel termen. Je, je kunt, merk ik, uh, in dat Nederlands openbaar bestuur tegen een soort rubberen muur aanlopen. Dus het voelt uh, zacht en prettig. Uh, en na afloop denk je ook: uh, ben ik dan eigenlijk iets, uh, iets opgeschoten? Uh, dat zit bijvoorbeeld ook uh, op het gebied van inspraak. Dat lijkt een beetje op dat mechanisme met die. Uh, uitvoering, ook daarvan worden enorme participatietrajecten worden er, uh, opgezet. En als je vervolgens kijkt, wat gebeurt daar dan? Dan is het toch heel vaak ja, dat er draagvlak moet worden opgehaald. Ik sprak laatst iemand, die werkt hierin. Uh, ja, die moet eigenlijk voortdurend bestuurders corrigeren. Als ze over draagvlak beginnen, dan legt ze uit, nee. Het idee is dat die mensen daar echt iets te melden hebben. Uh, en dat je dan hoort wat ze te melden hebben. En dat je daarmee aan de slag gaat... Ja, een bijproduct daarvan is dat je dan, als je beleid gaat maken, dat het waarschijnlijk meer draagvlak heeft, omdat het echte problemen uh, oplost. Um, nog zoiets is uh, aan de hand met uh, uh, tegenspraak: He, dat is ook iets wat heel belangrijk wordt uh, gevonden om goede beslissingen uh, te maken. En ook daar blijkt iedereen altijd uh, dol op. Uh, vooral hoe hoger de leidinggevende, uh, des te de doller uh, zeggen ze te zijn uh, op tegenspraak. Nee, ik verzamel heel graag mensen om me heen met andere meningen en met andere opvattingen. Mijn deur staat daar altijd uh, voor open. Uh, en tegelijk merk je dat ook daar, als je van dichterbij kijkt, dat het eigenlijk ontzettend wordt onderschat uh, wat dat dan uh, behelst. Um, een van mijn gasten was Marie-Lieke Engbers. En zij heeft als een soort fly on the wall onderzoek gedaan bij Raden van Toezicht, raden van Commissarissen, met name in de woonsector. Dus zij mocht bij hun vergaderingen zitten. Uh, en ze stelden ze verschillende vragen. Maar een vraag was bijvoorbeeld: wat heb je in deze vergadering niet gezegd? Wat je wel had willen zeggen, uh, en waarom was dat? Nou, is dit een hele specifieke omgeving, maar eigenlijk de. Mechanismen die zij beschrijft, die zijn voor iedereen herkenbaar die wel eens in welk werkoverleg dan ook heeft gezeten. Um, als je daar het woord wil gaan nemen of iets wil gaan zeggen, dan zijn er ja, sociale kosten. Je denkt toch even van: uh, ja, ga ik de aandacht naar me toe trekken? Ga ik dit punt ter sprake brengen? En als er al een soort consensus is om iets op een bepaalde manier te doen, dan uh, lopen die kosten op. Dan denk je: uh, zal ik het nu. Uh, dan wel gaan doen. En uh, als jij die week al twee keer een uh, uitzonderlijk standpunt hebt ingenomen, dan ga je misschien nog meer twijfelen of je niet een soort lastpak wordt. En als je weet dat wat jij gaat zeggen een soort spaak in het wiel is van een project wat af moet. Hè, want dingen moeten altijd erdoor. Dat is merk ik wel, uh, vaak het hoogst haalbare. Dus uh, iets erdoor krijgen. Uh, ja, daar staat uh, beloning uh, op. Uh, liefst uh, uh, binnen bepaalde deadlines en uh, al dat soort dingen. Uh, dus als jij weet, ja, wat ik zeg is heel belangrijk, maar het betekent ook dat dit misschien wel helemaal op de schop moet, wordt dat nog ingewikkelder. En je ziet een enorme onderschatting eigenlijk van mensen die aan de knoppen zitten, hoe hard ze zouden moeten werken om dat soort nuttige informatie, want dat is het, uh, op te halen. Um, dus um, ja, dat is bijna een beetje het risico van de grote overeenstemming die er is. Uh, over allerlei oplossingsrichtingen. Die is er wel, uh, merk ik. Um, bijvoorbeeld, he, als het over dat uitbesteden gaat, ook um, de afhankelijkheid van, van consultants, vooral van wat grotere consultancybedrijven, die aan de ene kant tegen de overheid zeggen, slank vooral af, en aan de andere kant zeggen, hé, hey, dat is handig, wij bieden deze diensten ook uh, aan. Um, nou, ook altijd weer veel overeenstemming, maar je. Ik zie eigenlijk maar zelden dat iemand zegt. Wij beginnen morgen in onze gemeente of bij onze organisatie of waar dan ook. Uh, om dit af te bouwen. Je snapt dat dat zorgvuldig moet, dat het ontvlecht moet worden. Maar je kan daar gewoon mee beginnen. Denemarken heeft het als land, landelijk, op een gegeven moment gewoon gedaan. Die heeft gewoon gezegd: Wij gaan halveren. Dat hebben ze erop geplakt. Wij gaan het bedrag wat wij uitgeven aan consultants halveren. En daar gaan we nu mee beginnen. En alles wat we dan tegenkomen aan kennis die we eigenlijk nodig blijkt te hebben en vaardigheden. Nou, dat moeten we dan dus binnen de overheid trekken. En dat hebben ze ook uh, gedaan. Um, vacatures is ook zoiets. Ik had op een gegeven moment met Bert Hubert gesproken. Dat is een, iemand met een hele ja, technische software achtergrond, maar heeft ook verschillende functies bij de overheid gehad. Uh, bij de IVD, in toezichtscommissies, werkt nu bij de Kiesraad. En die stelde het probleem aan de orde dat als je naar vacatures kijkt, wat wordt daar gevraagd? Um, ja, dat dat heel zelden uh, inhoudelijke kennis is. Bij heel veel, uh, op heel veel plekken in het ambtelijk apparaat. Wat wel heel vaak wordt gevraagd, zijn dingen als uh, politieke sensitiviteit. En uh, dat was niet alleen de indruk van hem. De Groene Amsterdammer die is dat daarna gaan onderzoeken. Gewoon, uh, dat, dat was dan de Rijksoverheid. Daar hebben ze over een jaar, vijf, zes onderzocht. En je zag dus inderdaad een enorme trend. afnemen van inhoudelijke. Uh, Vakkennis die werd gevraagd en een toename van dit soort dingen. Politieke antenne, sensitiviteit, organisatorische sensitiviteit, heel veel soorten sensitiviteit. Um, en dat heeft een hele platte reden, uh, want zo komen die vacatures namelijk hoger uh, in loongebouwen. Dus um, ja, dat noopt ook tot wat sceptisch bij al het bezingen van de waarde van publieke dienstverlening en uitvoering. Want als je dat echt zoveel waard vindt, dan zou je bijvoorbeeld kunnen bedenken om de mensen die aan die uitvoerende kant uh, werken minstens zo goed te belonen als de mensen die aan die kant werken waar het beleid wordt verzonnen, uh, of bijvoorbeeld de mensen met die praktijkkennis op sleutelposten te zetten op plekken waar het beleid wordt bezonnen, verzonnen. Um, als ik soms een beetje nadenk over waar doet die overheid zich mij nou uh, uh, aan denken, uh, uitgezoomd met het gedrag. Dan is dat een beetje een uh, autoritaire ouder. He, je hebt in de opvoeding, als je het heel schematisch maakt, heb je een beetje twee uh, stijlen. Uh, de meer populaire stijl, uh, geloof ik wel, is he, dat je uh, een kind ook uitlegt waarom iets belangrijk is of nodig is of niet mag. En ja, dat hij ook wel dingen uitprobeert, maar uh, vervolgens dat uh, begeleidt. En dat zo iemand dat zelf... Leert begrijpen, geweten ontwikkelt, uh, dat soort zaken. De autoritaire stijl is eigenlijk iemand laten begaan uh, tot je een grens overgaat uh, en dan ineens een ongenadig harde klap uitdelen. Uh, en dat is nu eigenlijk heel vaak nog de uitkomst. En die klappen die komen, dat is ook wel logisch, het hardste aan bij de mensen die eigenlijk al het minst stevig staan. Um, dus wat ik hoop. Um, is dat die overheid zich steeds meer gaat ontwikkelen, gaat ontwikkelen eigenlijk naar dat andere uh, model? Uh, en misschien dat niet alleen, maar er ook wat meer een gezamenlijke uh, opgave van maakt. Dus nu is heel vaak de boodschap die je krijgt, uh, inderdaad, of je zoekt het uit, uh, of wij sanctioneren. Uh, terwijl ik denk dat er heel veel mensen zijn die zich ook ontzettend aangesproken kunnen voelen door. Uh, er is iets om je voor uh, in te zetten. Dit is een gezamenlijk project van de overheid uh, met jullie. Uh, en je merkt wel dat er nu landelijke politici zijn die dat een beetje proberen te verwoorden. Uh, maar het is wel nog heel onwennig. Het is vaak nog heel streng. Dus dan zeggen ze: van uh, ja, de overheid kan dit allemaal niet alleen hoor. Uh, je moet ook dingen zelf doen. Nou, dat is na een aantal decennia waarin mensen zich eigenlijk al te veel aan hun lot overgelaten hebben, nog niet helemaal. Uh, de juiste toon, hè? misschien nog iets te vermanend, uh, dat kan uh, uitnodigender. Um, maar um, nou ja, ik denk wel dat er meer beweegt dan ooit en dat het meer uh, voorwerp van debat is dan ooit. Um, en um, dat het misschien heel langzaam een stukje meer schuift naar zo'n overheid die die eerste dingen heel goed doet, de weerbaarheid vergroten uh, en een samenleving helpen bouwen waarin mensen uh, ja, elkaar een beetje heel laten. Dank u wel. Dankjewel. wel, Gustav. Er zijn wat vragen binnengekomen. Uh, die verschijnen op het scherm. Um, oh, op mijn scherm was er één vraag. Die kwam wel heel vaak voor. Maar die. Uh, Oké, okay, ja. Uh, kunnen we stellen. Volgens mij is dat iemand die dat dus zelf ook vindt. Kunnen we stellen dat op veel gebieden privatisering heeft gefaald? Die staat er geloof ik vier keer in. <laughs> uh, uh, heb jij daar een beeld van gekregen in jouw ja. uh, gesprekken? Nee, dat kunnen we dus heel erg stellen. Okay, dus, zelfs, zelfs wanneer je het dus, hè, dus zelfs als je dus niet kijkt naar de nadelen die erbij zijn gekomen, maar zelfs als je gewoon alleen al uitgaat van het oorspronkelijke doel. Dus het oorspronkelijke doel van efficiëntie, als je daarop afrekent, dan werkt het eigenlijk al niet. Dus je ziet dat die afhankelijkheid ja, van private partijen is inefficiënt maakt en heeft de boel alleen maar trager en logger gemaakt. Ja. En, want daar, staat, daar kwam ook een vraag: hoe maak je onderscheid? Maar eigenlijk zit het, heb je het antwoord al een beetje gegeven: hoe maak je onderscheid tussen inefficiëntie die wel oké okay is en inefficiëntie die niet oké okay is? En we zijn ja. dus uitgegaan van een inefficiëntie die er helemaal niet is. Nee, precies. Dus nou, Dit is inderdaad ook weer zoiets waarbij je op moet passen dat je niet langs elkaar heen praat. Want niemand is natuurlijk voor een overheid die ondoelmatig is. En scheppen met belastinggeld. Uh, hey, uh, dat is dan gelijk weer de tegenhanger die je voor voeten krijgt geworden. Ja, ja, maar het zit denk ik in hele concrete dingen. Bijvoorbeeld iets... Weet je, wat ik echt pas recent ook merk... Uh, is bijvoorbeeld hoe bang ambtenaren soms voor elkaar zijn. En, ik weet uh, niet of dat herkend wordt nou, maar Dat is, soms, dat is niet een persoonlijk iets altijd, maar het zit soms gewoon in de functies. Het gaat heel veel over... Uh, bijvoorbeeld burgers die bang zijn te hard te worden afgerekend uh, door de overheid. Maar iets wat ik nog helemaal lang, kort geleden nog helemaal niet wist, uh, is bijvoorbeeld gemeenten die beloven dan uh, 99% van onze uitgaven zijn rechtmatig uh, en helemaal te verantwoorden. Nou, vervolgens spreek ik ambtenaren die geen voet durven te uh, verzetten uh, uit angst dat ze dan uh, door een accountant of een controller of zo daarop worden uh, afgerekend. Ja, ja. En hetzelfde ja. geldt. Uh, ja, met, met hoeveel ruimte heb je om regels wel eens te interpreteren. Dus, die donut van zo straks. Ja, ja. Dus, dat, dus het zit op dat soort hele concrete dingen... dat je denkt, oh ja, maar eigenlijk als we dat klein stukje naar beneden halen... 95% is eigenlijk ook al prachtig. Wordt de organisatie dus efficiënter... omdat mensen niet meer doodsbang zijn... om gewoon een stap te zetten die op dat moment nodig is voor een burger. Maar dan heb je dus wethouders nodig zoals... Uh de wethouder van Haarlemmermeer... die hier vanochtend was... die dat dan ook begrijpt... en die, dat, uh, die daar ook rugdekking voor geeft. Ik heb hem niet gehoord, dus ik moet nu blind en, mijn uit... was een mevrouw, mevrouw Steffens. Maar dat zal de zaal... In de wethouder, oh, haar, haar, sorry, ja, ja. In de, wethouder van Haarlemmermeer. Ja, die ja. zei ook van, ja, uh, je moet daarvoor ook in de hiërarchie... tot aan het bestuur toe natuurlijk... de rugdekking en de veiligheid voelen... Ja. dat je dat ook mag doen als ambtenaar. Ja, en dat vinden die bestuurders en wethouders vaak heel eng... want die worden daar uh, natuurlijk op afgerekend. En, ja. uh, dus het, ja. is ook, het is een complex... waarbij ook volksvertegenwoordigers en ook ik en mijn collega's. Hè, wij moeten mensen ook uh, anders afrekenen. Wij, uh, als wij uh, op dat soort dingen de accenten leggen, op, hè, ja, op waar, die ene procent die niet precies, goed is, ja, dan creëer je ook een heel angstig bestuur. Ja, ja, even kijken. Wat hebben we nog? We zijn stuurloos omdat beleidsmakers beleid niet toetsen bij de uitvoering. Nou, daar heb je het eigenlijk ook al ja. een beetje over gehad. Hè? Dat moet, uh, daar moeten we, uh, uh, ja, daar moeten we echt nog hard aan werken. En um, het narratief van de overheidsdienstverlening is doorspekt met woorden uit het bedrijfsleven. Als ja. klantproducten en NPS, KPIs. Uh, ja, heb je tips voor een nieuw narratief? Dat vind nou, ik ja, wel een volgens een... mij kan iedereen gewoon normaler ja. uh, gaan praten. Zoals toch? je het normaal aan dus, de telefoon ja, zegt. Dus niet... Dus. <laughs> Precies. Er is geen plicht om de plek uh, waar burgers contact met jou opnemen... een klantcontactcentrum uh, te noemen. Dat is niet een soort... Nou, ik, ik ben al 15 jaar uh, in de gemeente waar ik werk. En het is me tot nu toe nog steeds gelukt, samen met mijn collega's... om het gewoon bij publiekcentrum te houden. En niet uh, om te turnen naar het KCC. Want dat is echt verschrikkelijk. Ik ja. ben het met je eens. Um, ja, de maatschappij, dat ben jij. Wat is jouw invloed op de verandering? Ja, ik heb daar zelf wel een beeld bij, maar... Nou, die is, besef ik, die is besef ik heel erg uh, bescheiden. Uh, maar de reden dat ik stuurloos ben gaan maken was eerlijk gezegd wel vanuit een idee dat... Ik schreef al columns en die gingen hier soms al over. En ook in columns vind ik wel dat je verplicht bent om niet alleen maar aan te wijzen wat er allemaal mis is. Maar ook wel eens, he, nogmaals, in, met alle betrekkelijkheid die dat heeft. Hoor, ik overschat dat niet, maar een soort aanzetjes. Te doen voor hoewel. Maar ik ben stuurdoos eigenlijk wel gaan maken. Daarom is dat ook de vraag: hoe kan het beter? Ja. Uh, vanuit een soort idee om daar iets aan bij te dragen. Ja. Dus ik zoek mensen uit die ik ervan verdenk dat zij daar een goed idee uh, over hebben. En die probeer ik een ja. platform te geven. Nou, en ik vind het, uh, uh, wat mij betreft, uh, jou, jullie bij, jouw bijdrage, jullie bijdrage vanuit de journalistiek is om dat waar wij ook op een dag als vandaag, en waar gebruiker Centraal al, al 10, 15 jaar mee bezig is. Om um, 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 um dat een veel groter podium te krijgen, ook bij mensen die er niet dagelijks mee bezig zijn. Dus wat dat betreft, met de stukken in de krant en de, en de podcast, uh, ja. Ja, helpt uh, soms ook het gesprek te voeren op de plek. Ik doe niks anders dan dat allemaal delen. Uh, en dan kun je, het er ook, kun je ook het gesprek over uh, voeren. Ja. Enorm, bedankt. Voor dan? jouw verhaal hier vanuit die laatste invalshoek. Er was ook nog een vraag net. Krijgen we ook nog antwoorden op de andere vragen? Daar gaan we mee aan de slag. We hebben even overlegd dat we de gasten gaan vragen om okay. die vragen nog te beantwoorden. En die komen dan in de terugkoppeling, in de afronding van deze bijeenkomsten, zullen we die hopelijk mee kunnen sturen. Ja, dus als er nog vragen denk... zijn, die, die. Ik ga ze netjes allemaal proberen. Fantastisch, dank je wel.